Move your world! Ik sta voor een wereld zonder honger. Ik sta voor gezonde moeders wereldwijd. Voor gelijke rechten voor mannen en vrouwen. Minder kindersterfte. Voor wereldwijde bestrijding tegen dodelijke ziektes. Schoon drinkwater in de hele wereld. Ik sta voor eerlijke wereldhandel. En ik sta voor onderwijs aan alle kinderen in de wereld. We staan nu voor de deur van het ministerie van Algemene Zaken. Daar gaan we zo meteen naar binnen om de minister-president te overtuigen van het feit dat hij alles in het werk moet stellen in New York om de millenniumdoelen te behalen. Ik sta hier namens 7000, of eigenlijk meer dan 7000 studenten, jongeren, die de afgelopen half jaar met Donate Your Space, Tape en Lint aandacht hebben gevraagd voor de 8 millenniumdoelen. Donate Your Space vandaag. En overtuig met mij en met alle jongeren, alle wereldleiders, om zich in te zetten voor de noodzaak om die millenniumdoelen te behalen. Mag ik mijn twee lieftallige assistenten Ama en Ellen naar voren vragen? Uiteraard gaan we ervan uit dat u in New York ook deze das zult dragen. En ik verwacht dat naast alle jaloerse blikken van Ban Ki-moon en alle andere wereldleiders, dit ook heel veel punten gaat opleveren voor de millenniumdoelen. Alsjeblieft. Laat ik beginnen met te zeggen dat ik het ontzettend goed vind dat jongeren in Nederland zich zo inzetten voor deze millenniumontwikkelingsdoel. Voor mij staat één ding vast. Wij redden het niet in de wereld als er geen solidariteit over en weer is. En vooral de jonge generatie, en dat zijn jullie, die zeggen van het moet anders in deze wereld, dat is zo ontzettend nodig. Dus ik ben enorm blij met deze actie. En dat gaan we ook uitdragen, Bert en ik in New York volgende week. Nou heeft u, meneer Koenens, de stropdas gedregen voor Millennium Doel 5, wat voor gezonde moeders wereldwijd staat. Kunt u vertellen hoe het daarmee staat? Ja. Wat de stand van zaken is? Ja. Daar is gematigde voortgang, maar veel en veel te weinig. 500.000 vrouwen per jaar sterven zonder dat het nodig is in het kraambed. En daar kunnen we wat aan doen. Als je nu kijkt naar ontwikkelingslanden, 90% van de kinderen in die landen krijgt onderwijs. Dat is echt een verbetering, veel meer dan vroeger. Maar het gaat om de 100%. Over dat enorm belangrijke millenniumdoel water en sanitatie. Iedereen weet dat dat soms niet zo sexy is, zoals we zeggen. Maar het is wel heel belangrijk. Als je geen schoon water hebt, dan kun je gewoon niet gezond zijn. Dan moeten de vrouwen uren lopen. Sommigen zeggen wel eens, in Nederland de grootste uitvinding ooit was het riool. Dat zijn wij allemaal vergeten. Maar voor heel veel mensen is dat de essentie. Wij willen die doelen bereiken en om elkaar op aanspreken. Ik voel me zeer gesteund door jullie. Ik vind eigenlijk dat we geen betere boodschap mee kunnen krijgen van jonge mensen die zeggen van ga er tegenaan. En nu willen we graag jullie vragen om ook een stukje te doneren. Ik zou zeggen, op naar New York, jongens. Ik ga meenemen, uiteraard. Ze heeft Koenders geflasht.